Hallo, ik ben Ingeborg van MBO Media Wijs en ik neem je mee in hoe je een praktijkonderzoek aanpakt. Waarschijnlijk ben je al tegen zoiets aangelopen, omdat je dit filmpje aan het kijken bent natuurlijk, maar dat je op zo'n punt bent van ik heb een leuk onderwerp gevonden, maar hoe dan? We waren gebleven bij de vraag, hoe dan? Bij het proctoraat maken wij gebruik van dit fasemodel. Kijk maar even hier. Fase 1 oriëntatie. Nou, daar zit je waarschijnlijk al in, omdat je dit filmpje aan het kijken bent natuurlijk. Dus die vraag die heb je al. Fase 2 is vraagarticulatie. Fase 3 is ontwerpen. Fase 4 uitvoeren. En uiteindelijk nummer 5 is uiteraard de evaluatie. Fase 2. Op het moment dat je hier bent aangekomen, dan weet je al wat je wil doen. En op dat moment ben je waarschijnlijk druk bezig met het formuleren van een goede onderzoeksvraag. Dat is altijd super lastig en daarom hebben wij het volgende model in de aanbieding. Dat is namelijk de routekaart voor praktijkgericht onderzoek. Als je hier een linkje van wilt, dat staat in de beschrijving hieronder. Ik licht er een paar puntjes uit, niet allemaal. Maar wat is nou het allerbelangrijkste om te beginnen? Wat is je onderwerp natuurlijk? Wat is de doelstelling? Wat wil je bereiken uiteindelijk? Die onderzoeksvraag die moet als het goed is veel smaller en smaller worden. Misschien heb je nog wat deelvragen. Wat wil je allemaal precies weten? Waarom is dit überhaupt belangrijk? En natuurlijk bronnenonderzoek en literatuur. Je bent lezen, 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 lezen. Fase 3. Inmiddels ben je in fase 3 aangekomen als je die hele onderzoeksvraag gehad hebt. En dan ga je nadenken over je strategie. Dus hoe ga je het aanpakken? Wat wil je precies weten? Hoe ga je dat precies doen? Ik heb een paar tips voor je. Tip 1. Zoek iemand om mee te sparren. Zorg dat je een klankbord hebt. Dat kan een collega zijn, dat kan een onderwijskundige zijn. Het maakt in principe niet uit. Maar iemand die goed met je mee kan denken over wat jij wilt bereiken. En dan vervolgens deze tip nog. Hou een logboek bij vanaf het begin dat je ermee aan de gang bent. Dat is ook heel fijn aan het eind van de evaluatie. Maar ook als je nog even terug wil kijken, heb ik dat nou gedaan, heb ik dat nou niet gedaan? Dus doe dat. Dan zijn we aangekomen bij fase 4, de uitvoering uiteindelijk. Van yes, eindelijk je mag beginnen. Want al dat voorwerk dat duurt altijd ontzettend lang en dan is het heel fijn dat je eindelijk mag beginnen. Dus lekker aan de slag, lekker genieten van alles wat je aan het doen bent. Want dat is gewoon een hele leuke fase. Gaan we lekker door naar fase 5, namelijk de evaluatie. Ja, wat natuurlijk gewoon ontzettend tof is, dat je dan al die onderzoeksdata binnenkrijgt en dat je daar uiteindelijk conclusies uit mag gaan trekken. Vergeet niet, een conclusie kan ook zijn dat dit het gewoon niet is, hè? Dus dat het niet eruit komt van wat je had gehoopt of wat je wilde. Maar probeer in ieder geval zoveel mogelijk collega's erbij te betrekken, zodat je zo breed mogelijk draagvlak hebt. En probeer tijd vrij te maken in je team, dat je het kan delen met iedereen. Want ja, als het eruit komt dat het natuurlijk hartstikke tof is, dan wil je natuurlijk ook graag dat het geïmplementeerd gaat worden. Dus vergeet dat laatste stukje niet. Oké, komen we weer terug met dit laatste beeld. Ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier met het doen van het onderzoek. En kijk eventjes naar de linkjes voor al deze documenten. Succes!